voici l'initiative du 7 mars passe. Les animaux maltraités seront défendus par un avocat. Le tribunal est déjà chargé. Mais non, des bleus. T'as vu ça, Jules? Tu t'imagines? Ils veulent même faire protéger maintenant les animaux par un avocat. Donc les animaux, ils sont même plus que les êtres humains, quoi. Bon? Les chefs? C'est quoi ça? Als je naar deze film kijkt, dan komen er mij heel veel beelden naar boven van centra in Nederland. Waar we ook al sinds jaar en dag mensen die hier geen verblijfsvergunning hebben opsluiten. Er zijn wel enkele verschillen. En die verschillen maken dat je soms ook heel moeilijk, zeg maar, het werkelijke beeld van wat er door de mensen beleefd wordt ook kunt onderkennen. Want een van de bijzonderheden van deze film is dat het centrum waar de mensen zitten is een klein centrum. Riante omstandigheden op zichzelf. En dat verschilt toch wel met een aantal plaatsen waar in Nederland of in andere landen mensen worden opgesloten om ze naar de hand uit te zetten. In Nederland heb ik jarenlang die centra meegemaakt waar een veel grotere spanning onderling is. Waar de afstand tussen personeelsleden en de mensen die vastzitten, daar in Nederland heten ze ook nog steeds over het algemeen gedetineerden. Dat is een veel grotere afstand. Daar worden mensen vaak in isolatiecellen of in strafcellen geplaatst. Daar is dus echt een heel strak strafrechtelijk regime. En het personeel wat er werkt is ook altijd opgeleid om, zeg maar, met voorlopig hechten of met veroordeelden te werken. Dus die Nederlandse sfeer van dat strafrecht, dat is altijd kenmerkend geweest. Dat is ook een van de punten van kritiek op het Nederlandse stelsel geweest. En pas de laatste jaren zie je, de laatste twee jaar zie je met name in Rotterdam bij het nieuwe centrum, zie je dat er iets van een ander idee, van een ander concept begint door te dringen. We hebben geen alternatieven, wel op papier, maar in de praktijk sturen we iedereen die zonder papieren, zeg maar, wordt aangetroffen, die sturen naar een van de detentiecentra. En er zijn ervaringen in andere landen waar het idee van het uiterste middel vrij consequent wordt toegepast. En dan zie je verschillende dingen. Het is humaner. Het is voor de mensen zelf zeg maar eerder een reden om met de overheid mee te werken, om toch te overwegen om terug te keren. Het kost minder geld. En je krijgt al dit soort mensenrechten aspecten die nu toch in deze film heel gruwelijk aan de orde komen, die kun je daarmee ook vermijden. Moi, par exemple, ils m'ont attaché sur les chaises comme ça. Ils m'ont apporté avec les chaises jusqu'à dans l'avion. Je ne pouvais même pas soulever la main ni tourner le dos comme ça. Je peux même pas bouger. Je peux même pas marcher. Si je me suis debout, je reste debout comme ça. Je ne veux pas être debout comme ça. C'est juste toujours comme ça. J'arrive même pas à marcher. Ils m'ont apporté comme ça comme un sac de macabre. Je vois les autres qui crient. Oh, oh, c'est trop, c'est faux. Oui, oui, oui. Dans la salle avant d'embarquer. Vous êtes sorti du fourgon à 4h15 ce matin. Ouais. J'étais là pour vous accueillir et je l'ai vu, ils ne pouvaient plus marcher. Ils étaient tout endoloris de ce qu'ils avaient vécu et psychologiquement très, très affaiblis. Pourquoi vous tentez les gens de cette façon? Il faut arrêter les grosses personnes. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est pas bien, c'est pas bien. De gevangenisdirecteur, ik vind het de typische ambtenaar die moet uitvoeren wat de Rijksoverheid, in dit geval de Zwitserse overheid, doet. Die het misschien als persoon er helemaal niet mee eens is, maar die dat doet omdat het nu eenmaal moet, dat zo goed mogelijk en zo aardig mogelijk probeert te doen. Maar de innerlijke conflicten die hij ongetwijfeld ook heeft, eigenlijk komen die pas naar boven op het moment dat het een keer echt gruwelijk fout gaat. Iedere minister of staatssecretaris die de afgelopen 20 jaar deze portefeuille heeft gehad, zal steeds zeggen, als mensen terug willen, dan kunnen ze terug. Het is de eigen verantwoordelijkheid. En de minister moet dat misschien zeggen, want anders staat zijn hele beleid op losse schroeven. Alleen dan heeft hij of zij over het algemeen toch niet echt kijk op de werkelijkheid.